Hallo allemaal, ik ben Dennis Martinez. En ik ben Cora. En vandaag is het zover. Vandaag is de première van UNICEF Kinderrechten Filmfestival voor het jaar 2020 hier op Bonaire. Spannend. Ja, vinden jullie het ook spannend? Even horen. Ja, ja, net als wij. Zeker. Maar Cora, we horen alle kinderen toch wel uitnodigen in de bioscoop. Ja, dat klopt. Dat hadden we leuk bedacht, hè. Na de Empire, Rode Loper, alle films op een groot scherm, popcorn erbij, fotomomentje. Maar ja, toen kwam corona, dus helaas moesten we dat echt cancelen. Precies. Maar vandaag gaan we toch wel de première doen online. En we weten zeker dat jullie ervan zullen genieten. Voordat wij naar de films gaan kijken, wil ik toch wel even met jou terugkijken van het proces. Hoe het is gegaan? Wat is er meest bij jou bijgebleven, Cora? Ja, als ik terugdenk, dan is het toch wel dat event op het Wilhelminaplein. Oh, ja. Dat vond ik wel heel erg leuk. Met heel veel organisaties die allemaal kinderrecht hadden gekozen. En allemaal leuke opdrachten hadden verzonnen voor de kinderen. En vooral één opdracht is me heel erg bijgebleven. Dat was de opdracht dat ze op een heel groot vel mochten schrijven wat zij anders wilden. Daar kwamen hele bijzondere uitspraken uit. Hele grappige, maar ook hele inspirerende. Dus daar denk ik nog vaak aan terug. Ja. En jij? Bij mij is het meest gebleven het moment dat ik naar de klas ging om een script te schrijven bij de kinderen. Weet je hoeveel leuke en creatieve ideeën naar voren zijn gekomen? Ik ben echt onder de indruk van de ideeën en creativiteit dat onze kinderen hebben. Ja. En het resultaat is 4 superleuke filmpjes. Ja, ik heb ze nog niet gezien, net als de kinderen. We gaan ze nu zien. Heel erg spannend. Ja, dus laten we de kinderen niet meer in de spanning houden. Laten we overschakelen naar de studio van NOS TV. Laten we dat doen. Jongens, heel veel succes. Toi, toi, toi.